Een echt topduel voor Ajax onder 16. Op bezoek bij Feyenoord onder 16. Veel ervaring op de bank. Voor een interessant duel. Ajax de nummer 1 tegen de directe concurrent. Hier coach Dennis van der IJssel. En hij ziet de eerste aanval van Feyenoord met Matthew en Paraganda. Hoge voorzet op Nijenhuis. Lastige bal. Strakke wind uit noordoostelijke richting. En de vrije trap voor Ajax. Amour in de muur. En dan Schonsteur. Wil de bal in de kruising krullen. Maar gaat net over. Hoekschop Ajax. Beekman raakt de bal niet goed. De rechtsback die vaak mee naar voren gaat. Luc Beekman. En Milo van der Lans. Mooie schijnbeweging. Opent daar op Nick de Koning. Daar weer Luc Beekman. De rechtsback schiet met links. Verrassend schot, maar daar is Stijn Thomassen. De eerste helft met weinig kansen wordt afgesloten met 0-0. En dan deze steekbal op Pereira de Gama. Legt er op Poljoen, maar die schuift de bal in de korte hoek. En daar staat doelman Stijn Thomassen. Grote kans in het begin van de tweede helft. En dan heel veel ruimte voor Ayoub Wargi. Heel veel ruimte wordt nu pas aangevallen. Wargi op Boularus. Ryan Boularus met een Zidane in de 16. De bal blijft hangen. Dan een schot uit tweede lijn. En dan Boularus, maar die staat buitenspel. Gevaar geweken. Het schot was van Moyanaga. En was de eerste helft nogal behoudend. De tweede helft was zeer open. Mooi lange bal van Milo van der Lans op Lijf Oldenstam. Komt net te laat, maar herovert de bal. Goed werk van Oldenstam. Overzicht op Poljoen. De opgelegde kans, de rebound. En daar is Schonsteur met de 0-1. In de 60ste minuut. Prima gedaan van de middenvelder. De grote kans voor Poljoen. Die bal had er natuurlijk al ingemoeten. Een 100% kans. Maar gelukkig is daar Schonsteur met zijn linkervoet. Voorsprong voor Ajax. En de ploeg ging door. Pereira de Gama. Uit een moeilijke hoek krijgt de bal toch voor. En daar is Luc Beekman en de 0-2. Prachtig bekeken kopbal van de rechtsback. De aanvallende rechtsback. Uitstekend voorgegeven door Haniel Pereira de Gama. En Luc Beekman met het overzicht. Ontzettend bekeken. Mooie 0-2. Dat alles binnen 3 minuten. En wat was het antwoord van Feyenoord? De thuisploeg gooit alles naar voren. Hoge voorzet. Bal gaat niet uit. En dan Nijenhuis uit de moeilijke hoek. En een schitterende redding van Valentijn van Velde. Op deze mooie poging. Bal nog niet weg. Nijenhuis nog een keertje. Nijenhuis. Deze bal gaat over. Feyenoord dicht bij de aansluitingstreffer. Dan de countermogelijkheid van Ajax. Pereira de Gama met de kans. Pereira de Gama. En de bal gaat maar net naast. Dat was de definitieve beslissing geweest. Van deze razendsnelle linksbuiten. Dan zijn we in de slotfase. Valentijn. De rechtsback. Valentijn gaat door en brengt de stand op 1-2. En dan wordt het nog even spannend. Jervain Valentijn passeert Valentijn van der Velde. En dan lijkt het nog even spannend te gaan worden. Maar daar klinkt het eindsignaal. En wint Ajax onder 16 deze hele belangrijke wedstrijd. En gaat na 8 speelronden royaal aan kop van de ranglijst.